Want in mijn filmverzameling bevindt zich een stokoude film, The Producers van Mel Brooks. 33 jaar later wordt hetzelfde verhaal verteld in de Nederlandse theaters. Noortje Herlaar en Joey Schalker zingen er liedjes bij. Een musical door Mel Brooks geschreven, die bij voorkeur, dat is een Joodse schrijver, en die heeft deze parodie gemaakt op Broadway, over twee Joodse impresario's op Broadway, die een stuk maken, Springtime for Hitler, als parodie, ook om iets heel slechts te maken. Een soort van ironische kanten waarin ik het stereotype hele erge gaye regisseur speel die een afschuwelijke show maakt en op het moment suprem breekt de hoofdrolspeler zijn benen en moet ik zelf op als de hoofdrolspeler, Hitler himself, Heil to me. En ja, ik vind het heel erg een leuke soort van humor. De drang om met de dames te verkeren jaagt elke jonge vent door het plafond. Ik had gehoopt dat ik ooit zo'n rol zou mogen doen toen ik het in Londen zag. Ik zat in het tweede jaar geloof ik van het conservatorium. En toen zag ik het, open mond. Ik was ook voor mij de eerste keer in Londen en echt geweldig. En dan, op dat moment durf je niet te dromen dat je zelf ooit zo'n rol mag doen. Maar toen ik hoorde dat hij kwam, had ik wel zoiets van, ik moet daarbij zijn. Ik hoop dat het kan. En ben ik niet net nog iets te jong? En is het te doen? En willen ze mij daarvoor zien? En ja, dus ik heb heel veel, ben heel blij. Ola vindt Bloem wel leuk. Oh, ja. Hey, Bloem vindt Ola heel erg leuk. Misschien maar een beetje te leuk. Kat! Ik speel de Zweedse Ola Inga Hansen Benson Jansen Talen Halen Zwaden Svensen. Dat doe je nog beter dan Uma Thurman. Nou, dank. Dat is niet belangrijk. Een onbeduidende en een roze. Ik had het denk ik als baby al en... Hoe slim moet je zijn om een dom blondje te spelen? Ja, ik vind het een heel groot misverstand dat Ola een dom blondje is. Want eigenlijk is ze gewoon een hele intelligente, tikkie manipulatieve vrouw. Ik wist dat je dat ging zeggen. Wist je dat ik dat ging zeggen? Ja, nee, ja, dat is natuurlijk... Als je een blonde stoot ziet op het toneel, dan wordt het natuurlijk heel snel... In een klein wit jurkje met hoge hakken, dan wordt er heel snel gezegd van... Oh, dat is een dom blondje. Maar er zit zoveel in deze rol. En zij is een tikje manipulatief. En ze heeft alles in de gaten wat er gebeurt tussen die mannen. En wat ze allemaal aan het bekokstoven zijn. Dus het is eigenlijk een hele intelligente vrouw. Die alleen heel onbevangen en naïef en enorm seksueel in het leven staat. Net heb ik jou iets meer zien dansen dan in Love Me Tender en Legally Blonde. Hoe gaat je dat af? Ja, het is uiteraard niet mijn eerste talent dansen, maar ik vind het wel ontzettend leuk. En het zijn ook hele leuke dansen. Deze dans die ik net gezien heb was natuurlijk als Fred and Ginger. Ja? En ik doe ergens een tapstuk, I Wanna Be a Producer. Daar doe ik een tapstuk, was ik maar een producer. En ik vind het heel erg leuk. Het is even sleutelen, het is even oefenen, het is vaak opnieuw doen om het zo mooi en leuk mogelijk te krijgen. The Producers is ook een musical. Je zult moeten zingen. Deze manier van zingen heb je volgens mij nog nooit eerder gedaan in musicals. In het Zweeds. Nou, in het Zweeds. En een beetje kerend, beetje popperig. Nee, ze zegt aan het einde van haar soort van auditielied is het ook nu Ola belt. En dan moet ze gewoon de hele strot opengooien. Ja. Dat was wel even wat anders dan de Hoge Zee in Mary Poppins. Ja. Dus dat is echt wel een omslag. Dat is wel, ook voor je spieren, dat is gewoon even wennen. Ja. Maar ik heb gisteren voor het eerst met het orkest gerepeteerd. En dat was zo geweldig. We hebben ik geloof het grootste orkest van alle musicals van dit jaar. En dat geeft je dan echt vleugels. En ik vind het te gek om een keer zo poppy en tikje Marilyn Monroe en een tikje groot pop... aan het einde pop jazz-achtig. Dus ik vind het wel heel spannend en leuk. Ik ben vooral weer
weer naar zangles geweest. Zangles om zo te zingen? Nee, nou ik ga altijd nog naar zangles, ja. Bijna iedere week. Maar het is leuk om dan weer even aan iets heel anders te werken. En je gebruikt gewoon echt hele andere spieren als je dit doet. Dan als je Mary Poppins is, het allemaal veel klassieker, veel lichter. Ja. Dus dat is leuk, dat is een uitdaging. Kijk de pegels, pakken met geld, lekker leuk. En zo gaan we doen. Ik ken die film vanaf mijn 15e kan ik dromen. En ik ken dus Karma ook heel goed. En die is al zo goed gedaan door die Andreas, die ik geloof vorig jaar overleden zelfs. En daarna nog door Roger Bart in de musicalverfilming. Ja. Ja. Dus het is al heel erg leuk gedaan. Dus het zijn wel moeilijke schoenen om te vullen, zeg maar. Ja. En wat ik wel belangrijk vind, is dat die relatie tussen Roger en Carmen echt is. En dat het niet alleen maar gegil wordt, wat het wel is hoor. Mm-hmm. Maar dat het wel een anker heeft in die relatie met elkaar. Ah. Dus dat het niet dat je het niet kan opzij zitten van, ah ja, dat zijn die twee geel types. Jij kent de voorgangers al in deze rol van Carmen Ghia. Ik hoor heel vaak van acteurs dat ze dat per se niet gaan doen, zodat ze hun eigen invulling kunnen garanderen. Jij kijkt wel. Waarom? Nou, ik kijk niet beeldje voor beeldje en dat ik dan denk, oh, dat ga ik ook doen. Maar het is wel, dat zijn wel mensen die rol, ten eerste die André, Futsinas heet hij geloof ik, een Griek. Die de eerste Carmen, die de originele Carmen. Ja. Dat was een hele gek, zat hij met heel uitgebreide make-up en een baardje. En die tweede was wat fladderiger. Zij hebben zeg maar een soort, hun interpretatie eraan gegeven en ook de richting bepaald. Ja. Dan weet je wel in welke richting je het moet zoeken. Ik denk dat het gek is als je iets heel anders gaat doen. Heb jij naar Matthew Broderick gekeken? Of Gene Wilder? Ik heb uiteraard naar ze gekeken en dat doen ze absoluut briljant. Maar ik denk dat het, voor een Leo Bloom, die is een hele eerlijke emotie die hij steeds beleeft. Het is hysterisch wat hij allemaal doet, maar het komt uit een eerlijke bron. Uit echte dingen, trauma's en uit de angsten. Dus je kunt kijken naar wat bijvoorbeeld Matthew Broderick doet. Alleen je zal absoluut de hele traject vanaf nul moeten afleggen om je personage te gaan vormgeven. Zodat je weet waar het vandaan komt. Zodat het eerlijk is. Dat mensen niet denken, oh, wat doet hij? Hij doet een trucje of het doet grappig. Mm-hmm. Dus ik laat me inspireren door momenten. En die kun je dan technisch uitvoeren. Maar het is vooral om de weg ernaartoe die je zelf af moet leggen. Voorstelling is schop tegen iedereen aan. Ja. Dus schop tegen Joden aan, vrouwen, bejaarden, Zweden, homo's, Russen krijgen een veeg uit de plan. Domme blondjes. Domme blondjes, ja, Zweden had ik al genoemd. Oh ja. Dus ja, dat is hetzelfde. Ik denk mensen die al in die mindset zijn van wij zijn intolerant tegen een groep die, ik denk niet dat die deze voorstelling op gaan zoeken. Ah. Denk ik. En mochten ze er toch zijn, dan kijk, ik ga zeker niet minder doen omdat ik denk, oh, we moeten die mensen ook te vriend houden. Ik denk dat het gewoon, als de scène waar is en als het echt is, dan kunnen mensen er niet van houden. Prima, even goede vrienden, maar ze kunnen het niet afdoen als onzin. Ja, nog een tikkie harder. Hier, in zwarte humor. Echt cynisch, zwart. Trappen op minderheden, ik begrijp het allemaal. Maar zoiets hou ik zelf meestal zo'n 20, 25 minuten vol. Hoe trekken jullie mij over die 25 minuten grens heen? En vind ik ook de tweede acte leuk? Ik denk door de eerlijkheid. Want het is in zwarte humor, vooral Max Bielestak, die af en toe in één keer ergens bovenop kan zitten en iemand met de grond gelijk kan maken. Gewoon pijn. Ja, absoluut. Bij Leo ook. Het kwetst Leo ook. Het is de humor van Mel Brooks die dat zo parodieert dat je wel doorhebt dat dat heel erg tegenovergestelde bedoelt. Dat is niet verkeerd te begrijpen. Maar het is de passie en de drang en de droom die beide personages hebben en de ontwikkeling die ze als vrienden doormaken. En dat ze allebei door elkaar drastisch veranderen in hun manier van zijn. Max wordt eerlijker en beseft, vindt zijn passie terug. Leo die wordt eindelijk een man en die ontpopt zich tot iemand waar hij alleen maar van heeft durven dromen. En ik denk dat die eerlijkheid, die vriendschap en de liefde met Oela en de geinige personages die er nog bij komen kijken. De hysterische personages met Frans, met Robert Dupree en met Carmen. En dan zit je echt aan een feestje met heel veel
met eerlijkheid vind ik heel belangrijk om te zeggen. Omdat je gaat echt mee met de personages. En ik denk dat het is. Het is niet alleen maar zwart humor. Het is echt een verhaal. En mensen die iets doormaken. En ik denk dat je daarom blijft zitten langer dan die 25 minuten. Alles zit erin. Er zit natuurlijk heel veel Broadway show in. Groot showballet. Hele goede muziek. En het is niet alleen maar satirische humor. Wat vooral satirisch is, is het stuk wat ze uiteindelijk op Broadway gaan produceren. Waar dus Hitler een personage in is. Springtime for Hitler is dat. Ja, ja. Bij ons voorjaar voor Hitler. Aha. Dat is hoe Dick van de Toren dat doet. Ja, dat is satire, echt een satirisch meesterwerk. Mm-hmm. Maar de rest van de show heeft eigenlijk ook heel veel hart en wordt ook wel. Nou, ik zal niet zeggen realistisch, maar dat is niet satirisch spelen wat wij doen. Dus er komt zoveel in aan bod. En ook aan het einde, ja, ik was toch wel ontroerd de laatste keer dat ik de doorloop zag. Dus het is ook geen flutverhaaltje of zo. Het heeft echt wel hart en ziel. Mel Brooks is heel specifieke humor. Zijn ene film vind ik ontzettend leuk. Bij de andere wil ik eigenlijk gillend naar huis. Stel je voor als ik de producers hier in Nederland niet zo leuk vind. Ik beloof je dat als je naar de producers komt en je hebt niet gelachen, dat je het leuk vindt. Dat beloof ik. En als je niet hebt gelachen en je vindt het niet leuk, dan krijg je van mij je geld terug. Zo zeker ben ik van mijn zaak. Ja. Dit is geen Mel Brooks-grap. Dit is geen Mel Brooks-grap. Nee. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe bewijs je dat je niet hebt gelachen? Nou goed, kijk, het is niet zo dat je meteen naar de kassa kan gaan. We willen wel even in gesprek met je gaan. Maar dat zal ik er zijn de tijd wel even uitleggen. Maar het is wel een serieuze opmerking. Ja. Ongelooflijk. Ik weet dat het wel eens eerder is gebeurd bij moeilijke toneels. Stukken, maar jij bent de eerste met een vrolijke musical die dit garandeert. Kijk, het is vrolijk en vandaag de dag en zeker sinds de laatste week hebben we gewoon zin in vrolijkheid, in een lekker avondje uit en dat kan ik bieden met die producers. Men teistert het publiek met drama en tragiek. In die tijd waar het zich in afspeelt, begin jaren 60, eind jaren 50, was een musical alleen maar om te lachen. Ja. Dat was een veel vrolijker boel dan sinds Andrew Lloyd Webber het toneel betrad. Dus, en ik vind het wel leuk dat er een musical komt waar je echt om kan lachen. Waar je echt kan schuddebuiken van het lachen. Ik ben er daarom van overtuigd. Als je komt, je bent een beetje chagrijnig, ga in die zaal zitten en je gaat lachen de zaal. Kom, we doen het! Het zal instaan als een boom. Met een gezeis, met een gezeis. Komt de roodgrap naar de boom. Het kan niet fout. Nooit meer lijnen, gaan we tijden. Voor bejaardingstok en bloem. Daar heb je aan thuis gewerkt. Taartmeisjes.